Ik accepteer dat mijn vader overleden is, natuurlijk. Hij is 88 bijna geworden. Hij heeft een heel mooi leven gehad. Ik heb ontzettend veel van hem gehouden. Maar ik mis hem wel. Ook al weet ik dat het goed is. En ik had hem graag deze ziekte bespaard. Want het is echt een hele erge ziekte. Het begon met kleding verkeerd om aantrekken of in plaats van in bed ging hij in bad slapen. Hij ging, wilde graag op de grond liggen. Dus allemaal handelingen die... Maar ja, omdat je zelf niet steeds aanwezig bent, zijn het verhalen die je hoort van een ander. En op het moment dat ik daar was, was hij altijd heel blij. Mijn vader was al dolgelukkig als ik bij hem langskwam. En dan... Ik zat hier eigenlijk alleen maar naar je te kijken en te lachen en naar je verhalen te luisteren. En dan dacht ik bij mezelf, het is helemaal niet zo. En toen ben ik ook meegeweest naar die artsen. En ja, hun conclusie gehoord. En iedereen zei steeds tegen mij van, het is echt een hele erge vorm. Terwijl ik het eigenlijk nog steeds niet zag dat het zo erg was. En toen kwam het moment dat de arts zei van... We hebben een plekje voor hem hier. En ik zal het maar heel snel doen, want hij heeft het echt heel, heel hard nodig. Eigenlijk ben je al aan de late kant. En dan krijg je een intakegesprek. Dus wij zaten daar met z'n drieën achter een bureautje. Een mevrouw daar, die hem zijn ontvangst regelde. En het was doodstil. En mijn vader zei, nou, zal ik die knoop maar dan... aan stukken hakken. Ik weet dat dit moet. En ik doe het om een relatie te redden. Want als het zo doorgaat, dan loopt het uit op een scheiding. En doe maar. En iedereen was doodstil en dacht, wat is dit? Het is, ik bedoel, dan ga je dus afvragen, wat speelt er nog in het hoofd? Hoe kan het dat hij op dat moment... eigenlijk zich heel goed realiseert, voor mijn gevoel, wat de oorzaak of wat, waarom hij dit moet doen. Dat hij zijn relatie wil redden, dat hij ziet dat het een te grote belasting voor zijn vrouw wordt. En dat hij dus maar ergens anders moet gaan wonen. Ze kwam met de bus daar naartoe. Had altijd zo'n plastic bakje bij zich met schoongemaakt fruit. En na het eten nam ze mee in zijn rolstoel naar het restaurantgedeelte van het verzorgingstehuis. Zocht een rustig plekje op. En dan kreeg hij zijn extra fruithapje. Dat ging ze hem dan zitten voeren. En dan, als je dan per ongeluk een keer binnenkwam, dan zag je ze daar samen zitten. En altijd een handje vast. En altijd naar elkaar kijken. En zo van, oh wat is het heerlijk. En ja, het was... En er waren natuurlijk ook dagen dat hij dat absoluut niet wilde. En dat hij boos was. En zijn ogen dicht hield. En zijn mond dicht hield. En dan nam ze een boekje en dan ging ze een uurtje bij hem zitten lezen. En bracht ze hem weer terug naar de afdeling en dan ging ze naar huis. En dat waren dan de slechte dagen. Voor ons dan de slechte dagen. En voor hem weet ik niet. Misschien dat hij op dat moment zich gewoon afkeerde. Het niet meer wilde. Het niet meer kon hebben. Of... Ik heb ook vaak gedacht van... Als ik zijn blik zag van... Jullie begrijpen het niet. Jullie begrijpen het toch niet of zo. En dan doe ik mijn ogen maar dicht. En ik hou mijn mond dicht. En ik sluit me op. En weg. Dance me through the panic, till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward.
Sjane was natuurlijk niet mijn moeder. En in het begin heb je misschien wat moeite om te accepteren dat je vader zo ongelooflijk gaat houden van een andere vrouw. Maar de wederzijdse liefde maakte dat eigenlijk heel acceptabel. En was ook later heel mooi om te zien. En natuurlijk hadden ze best wel eens een woordenwisseling, of zoals iedereen heeft. Maar dat kon nooit lang duren, want daar kon hij helemaal niet tegen, ruzie. En het werd meteen afgezoend en armen eromheen. En ze, die grote warme handen had hij. Dat was echt ongelooflijk mooi om te zien. Dank je. Zij zei ook steeds, ik wil niet dat hij eerder overlijdt dan ik, want dat kan niet aan. Ondanks dat ze wist en zag hoe ziek hij was eigenlijk. Want het is toch een ziekte. Ja. Het allerergste vond ik dat je op een gegeven moment op die leeftijd van 85, 86 jaar, word je in een woonomgeving neergezet die je zelf niet kiest, die totaal vreemd voor je is. Je wordt tussen mensen ingezet waar je mee moet gaan leven. Waar je niet voor kiest, die je niet kent, wat je op moet bouwen. Terwijl je zelf eigenlijk aan het afbouwen bent, moet je iets opbouwen. Dus dat is hartstikke moeilijk. En je moet je gaan houden aan leefregels die je niet gewend bent. En andere mensen gaan over je beslissen. Je wordt eigenlijk een soort kind, steeds een jonger kind, waardoor je andere mensen voor jou besluiten wat het beste voor je is. Mijn vader is een heel lichamelijk mens, sliep altijd heel warm met zijn vrouw in zijn armen, kroop dus 's nachts bij andere mannen in bed. En dan denk je, pap, als je wist dat je bij een man lag in bed, dat zo zou je niet willen leven. Je weet dat hij is, hoe hij was, hoe hij over het leven dacht, wat hij zelf belangrijk vond in zijn leven. En dat hij nu dingen doet die hij zelf vreselijk zou vinden als hij dat echt zou weten dat hij dat doet. Moet je dan zo'n leven bijvoorbeeld beëindigen of zo? En daar heb ik best wel eens over nagedacht. Ik heb ook wel eens gezegd tegen mijn zusje, ik wou dat ik iets had dat ik in zijn appelsap kon doen. En dat niemand het zou merken. En dat hij rustig zou inslapen. Ben je moe over? Ja, ik denk het. Denk jij dat? Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik niet wilde dat mijn vader, noem het maar, platgespoten zou worden. En bij iedere aanpassing werd ik dan gebeld, of vroeg ik er zelf om. Als ik vond dat hij te suf was, zei ik, kan er niet iets af. Als ik vond dat hij te verdrietig was, zei ik, is er niet iets waardoor het verdriet iets minder kan worden. Ik moet ook zeggen dat ik er steeds meer moeite mee kreeg om daar naartoe te gaan. Ik ben wel steeds gegaan, maar ik kreeg er wel steeds meer moeite mee. Omdat je echt niet meer weet. Het grootste is, wat gaat er nog in zijn hoofd om? Wat betekent de blik in je ogen? Soms heel star en helemaal leeg. Maar soms leek het alsof hij toch iets wou zeggen. Door de manier waarop je keek of door het geluid wat hij gaf. Uiteindelijk is hij gestorven ook echt in Jeanne de armen. Ik zat toen in Frankrijk op vakantie en werd 's middags opgebeld, zondagsmiddags, door iemand van het huis. Nou, eerst door mijn zusje. Die zei, je moet het thuis even bellen, want papa is gevallen en nu willen ze misschien nog een onderzoek doen in het ziekenhuis. En jij moet beslissen of je dat wel of niet wil. Een heel verward verhaal. In ieder geval, ik heb gebeld, maar toen kreeg ik iemand aan de telefoon en die zei, ja,
dat is helemaal niet meer van belang. Inmiddels is het heel hard met je vader achteruit gegaan. Hij ligt op bed en wil niet meer eten. We hebben hem wat zuurstof gegeven om hem wat, het ademen wat makkelijker te maken. En naar hun verhalen van Jean en mijn zusje, was Jean bij hem en ze heeft hem in haar armen genomen. En zo is hij gestorven en mijn zusje stond daarbij. Dus ik denk dat het goed is, ja.